Goedenavond jongens. Ik ben nu, of ik ga zo naar mijn ouders toe, want vandaag was ik aan het schoonmaken en ik dacht, ik heb zin in bingo. Heel lang niet gespeeld, dus ik ga vragen of we bingo kunnen spelen. En ik ga mijn nicht knuffelen. En Twantjik, daar, hij blijft thuis, want hij gaat Armeense les vandaag krijgen. Hij heeft zoveel zin in. Je kunt horen dat hij zin heeft. Maar anyway, dus ik ga daar naartoe en heel veel plezier. Ik ben benieuwd wat je gaat leren en ik ga jou vragen over wat je hebt geleerd. Nee. Ja, zo doe jij ook. De kaart van mij, Sarah. Doe alleen, Sarah. Chat maar kaart weer dan. Alleen dat, iets hier als je noor. Iets hier goed als je noor. Ashkis, doe eens zowat. Bij je zes oorsje. Dankjewel, schat. Eentje is nou. Bane, Sarke? Ja. Ze hebben gewoon laten proeven. Wat heb je gemaakt? Ik heb bulgur gemaakt. Bulgur? Ja, dat wil ik wel proberen. Ja, zowat. Met tomatensaus en nog. Ja. Eten in die korwa, ratchwa. Die. Als dat eens nodig. Bedoel je die nieuwe? Ja. Oh, nee, die heb ik vandaag gemaakt. Oh ja, ik denk drie. Ah, oké, ja. Martens, ik vraag het even. Tjebelo. Ha, maar waar is het? Ik heb het niet eens om alcohol op te gaan. Oh mijn god, deze vrouw. Mam, je had al karam. Kera. Ik hou daar niet van. Het is Panchik? Oh. En? Yes, hier is zo. Takerwa. Takerwa. Wat is dat? Wacht even, klopt iets niet. Het ging goed. Even yes, gaan zitten. Hier is zo. Takenam. Tarikan. Ja, Tarikan. Zo. Televisie? Na. Sanara? Na. Wat is na? Is voor mij toch? Imna. Imna, oh ja. Imna. Im televisie na. Im Sanara? Na. Kan er worden Sanara? Na. Belangrijkste Sanara is voor jou. Oké. Nog meer? Trinchje voor Wonsa? Trinchje voor Wonsa? Huishouden, hoe gaan we huishouden? Huishouden? Ja, maar thuis, we gaan thuis. Danetsik bedoel je? Ja, die Danetsik voor ons. Onzin. Ja, die zeg ik toch. Oké, goed zo. Oké. Het toch? Weet niet meer. Oh ja, nog een beetje wacht. Ik heb die woorden, maar dit document zou je nog sturen. Ik moet die woorden even zien, ik vind het moeilijk te onthouden. Ja, oké. Zo, dat is dat. Kijk, Imna, dat weet je wel, van mij. Dus je kan ook voor woord aanwijzen van deze van mij, die is van mij. Ja. Televisier. Televisieren. Ja. Dat is eigenlijk Russisch, televisie. Imna. In Armeens is het Herustatsut. Doe, Imna. Ines. Ines. Oké. Je moet van mij. Ja, dat weet ik ook. Ja. Nog meer dingen? Tja. Was dat? Ja, een beetje geteld en zo, maar ik heb best wel veel op mijn hoofd zitten, dus ik kan niet allemaal uitkomen nu. Wat is één in het Armeens? Mink. Mink? Mink. Mink ja. Is wij. Oké. Twee. Jeresum, kijk wel. Iets? Jeresum. Jeresum? Wat is dat dan? Schattig. Jeresum, ja. Ik moet even gaan leren tellen. We moeten van de week moet je mij volgen. Tel is wel goed, ja, als je dat deed. Een goedemiddag, jongens. Ik ben even aan het. Lekker gezond aan het eten.
ik dacht ik ga eten en daarna wou ik, wat wou ik doen? Ik ben even vergeten wat ik wou doen, maar anyway, vanavond ga ik naar een vriendin, Lochem. We kennen elkaar sinds de ADC, we hebben samen gewoond en ze vertelde mij dat zij een video had gevonden waarin wij, dat was denk ik al 5 jaar geleden of 6 jaar geleden, 5 denk ik ook wel. Gewoon daar feest, we hadden daar feest of zo en we zaten daar te dansen en gek te doen. Dus ze heeft een video daarvan en ik ben heel benieuwd hoe dat dan eruit ziet. Dus daar ga ik naartoe en dan gaan we de video'tje kijken. Ik heb me trouwens een klein beetje even opgemaakt, want ik had best wel wallen. Want dat komt omdat ik al 2 dagen heel laat slaap. Ik weet niet, misschien door de spanning en zo, dat ik heel best wel zenuwachtig ben van, oh, bij de politie werken, weet je wel, dit en dat. Of het komt door de twangesnurk. Een van die twee, of beide. Geen idee. Anyway, ik ga even boodschappen doen, want ik moet even koken. En ook wat lekkere dingetjes halen. Ik heb echt best wel zin in lekkere, vooral in snoep. Ja, daar heb ik zin in. Oké, dus dat ga ik even doen. Ik heb het even lekker gegessen en nu ga ik richting Lochem. Ja, ik ben zo benieuwd echt naar die video's wat zij bedoelt en zo. Ik ben echt zo benieuwd. Het is altijd wel leuk om terug te kijken naar jezelf, bijvoorbeeld een tijdje geleden, naar jaren terug, bijvoorbeeld hoe je dan eruit zag. Kijk, ik ben op zich niet zo heel erg veranderd. Dat hoor ik best wel vaak, dat ik niet echt heel erg veranderd ben. Zelf vind ik wel een beetje, maar echt dat ik denk dat je mij niet zou herkennen of zo. Nee, dat niet. Dat zo erg ben ik niet veranderd. Je zou me wel herkennen als je mij van vroeger zou zien en nu. Dat zeker weet. Nara, wat was met onze wenkbrauwen? Oh jongens. Hoe lang is het geleden? 2005? 12? 3/12/2005. Oh. 2005? Waar mama John? Langer dan 10. Gewoon niet hoor. Dat is Sam. Die ketting de telefoon eraf. Ja. Zou je wenkbrauw zijn echt zo? Hoe jong was je hier, weet je? Ik werd 15 man. 15? Ja. Oh my god. Toen mochten we een beetje make-up en... Ik deed alleen soms mascara en oogpompen. Ja, maar de acteer skills van Naira Reuvers Thomas Jan. Genoeg gesproken, man. Oh my god. Ik hield wel van mijn middelen. Was één, hè? Ja. ja, tap maar dan. Dat was onze poses. Ja, bescheiden. Nou, die minirok kan echt niet, serieus. Ja, maar ja. Toen was het. Maar ja, toen waren we kinderen, dat kan wel. Ja. Plus we waren daar alleen, geen jongens. Ik heb zo'n vierkant hoofd trouwens. Wij zijn echt kindjes. Ja. Wel leuk om te zien, weet je. Ik moet wel ja. Echt lachen hoor. Alleen, het is gewoon leuk om te zien. Hallo jongens, een goede middag. Ik heb het even lekker gedoucht. Was aangezet, huis een beetje schoongemaakt. En ik moet even kippetje marineren, maar... Ik zat te denken, hè, want ik slaap de laatste tijd best wel laat en ik kom ook laat uit bed. En ik van, hoe kan dat nou? En ik was... De tijden, zomertijd. Het is gewoon een uur naar voren. Maar ik had helemaal vergeten, ik had dat helemaal niet in de gaten, want laatst... Ik was bezig en ik keek daar, hè, daar is 1 uur. En dan keek ik daar, 2 uur. Hè? En mijn telefoon ook 2 uur. Wat is dit nou? Een laptop. Ook 1 uur. Gewoon echt heel vaag. Ik dacht van, het zal wel, weet je. Maar op een gegeven moment kwam het, na een uur, kwam die gewoon 2 uur. En die andere zat gewoon, of nee, na een uur. Op een gegeven moment kwam die gewoon op dezelfde tijd als de rest, met de rest van de klok in ons huis en horloges. Maar ik had tot ook niet helemaal bij nagedacht van dat het al zomertijd is. En de tijd is het nu naar voren gedraaid. En dat is ook de reden dat ik, nou ja, laat. Ik heb het nog steeds in mijn hoofd. Het is nu bijvoorbeeld 2:30 bijna. Het is gewoon 2:30, eigenlijk. Als je weet zo. Ik denk, nou, nee, weet je wel, je weet wat ik bedoel. Maar blijkbaar, ja, dat is de reden dus dat ik niet, ja, iets later naar bed ga dan normaal. Maar anyway. Trouwens, ik zat te denken, hè. En ik merk dat gewoon sinds gisteren. Ik was gisteren toch naar een vriendin in Lochem. En met haar hebben we dan in ADC gewoond, ADC Markelo. Ik weet niet hoe lang eigenlijk. Wel...
aantal jaren. Ik weet het al even niet, het is wel heel lang geleden. Na de video van haar verjaardag, en daar zaten we, gingen we dansen, weet je, met andere meiden en zo. En heel gek, op een gegeven moment werd het naar mijn gezicht gezoomd, weet je wel, van dichtbij naar me toe. En op een gegeven moment, ik kijk gewoon naar mezelf, dus naar het meisje, naar mijn gezicht, gewoon echt een kindje, weet je, echt een kindgezicht. En dan, en ik had ook met haar over. Ik zeg zo, weet je wat mij hier zo opvalt? Of wat ik ineens eraan moet denken? Ik zeg, ik zit zo te kijken naar mezelf, weet je, het lachen. Echt onschuldig, zo'n naïef meisje die, weet je, die gewoon haar ogen die nog glinsteren. En dan kijk ik zo naar mezelf en dan denk ik, wauw, wat hebben die mensen toen destijds, dat meisje is gewoon, dat is echt heel leuk, lief, naïef, vrolijk. Hoe hebben die mensen haar gewoon kunnen breken? En met breken bedoel ik dan in de zin van niet hard gebroken qua verliefd of worden. Nee, het heeft niks met jongen te maken, wat dan, gewoon los daarvan. Maar gewoon mensen zelf, gewoon de, het geroddel vooral. Het kijken en dat viel me gewoon op. Dus ik zat te kijken en ik zei tegen haar van, weet je Sam, echt erg eigenlijk, hè? Ik zie nu ben ik een volwassen vrouw, getrouwd, weet je, gelukkig alles voor elkaar en zo. En dan, als ik zo terugkijk naar het meisje en ik weet hoe ik dan was, wat ik toen dacht en wat ik deed. En dan mensen gewoon, dat onschuldig meisje, ja, vind ik wel. Dat durf ik gewoon echt te zeggen. Gewoon dat meisje die gewoon zo. Echt, ik was gewoon open boek. Ik was echt een open boek. Ik was echt niet sneaky. Ik deed geen sneaky dingen. Of ik ging niet achter mensen roddelen. Of mensen gewoon helemaal. Ja, weet je. Misschien sommigen die in AC. Wat lawaai. Sommigen die in AC hebben gewoond. Die kunnen denk ik wel begrijpen wat ik hiermee bedoel. Want als het AC-leven. Vooral het geroddel. Nou, ik weet waar ik het over heb, want ik heb het echt van heel erg dichtbij meegemaakt. Dus ik weet als geen ander. De kinderen zelfs, en ook de... Hoe oud was ik toen? Ik was toen 16. Maar ook de meiden onder mijn leeftijd, van 10 tot 16. Hoe ze over mensen konden praten. Het was dermate zo erg, dat geroddel. Gewoon, maar dan doen... Ik zeg ook echt geroddel, hè, geroddel. Nu moet je zoiets bij. Ik heb ook een messie, man. Moet je een beetje zo voorstellen. Dat als bijvoorbeeld daar eind van de straat. Ik viel en ik brak mijn nagel. En aan de mate de. Het gerucht werd verspreid. Naar voren, naar voren, naar voren. En daar eind van de straat. Was het zoiets van. Naira's vinger is geamputeerd. Snap je? Klopt, het is echt gewoon berg van verschil, maar zo was het. Het was letterlijk dat hoe daar ging. Gewoon echt, mensen waren gewoon echt bizar met wat van bizarre verhalen ze kwamen. Dat op een gegeven moment ik ook aan mezelf begon te twijfelen. Dat ik dacht van, zou ik dat gedaan hebben? Of zouden mensen dat, ja, ik twijfel nu even, maar hebben we dat gedaan? Hebben we dat gezegd? Snap je, ze kunnen zo bepaalde... Die verhalen, die kunnen zo in je hoofd gaan, in je hersenen, dat je begint gewoon aan jezelf te twijfelen. En mijn AZC-leven, en dan heb ik soms ook met mensen over, ja, AZC Marklo, leuke tijden, we konden me terug. Klopt ook, ik heb ook heel leuke tijden daar gehad. Maar als ik eraan denk, het eerste wat bij mij komt, is niet van, oh jee, leuke tijden. Het komt meteen van, oh wauw, mensen hebben echt mij gebroken. Mensen hebben echt... een meisje die vol echt... Ik was ook echt kinderachtig voor mijn leeftijd. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Ik was 16, maar ik begon net met mascara. Ik was echt stok. Ik was echt heel dun. En andere meiden waren echt allemaal vrouwelijk en zo, weet je. En aan dat begon ik ook een beetje te... Ja, werd ik ook een beetje onzeker. Dacht, ja, maar weet je, zij zijn al vrouwelijk. En ik ben nog hier zo... En kinderachtig. Maar achter mijn hoofd vond ik het ook niet erg. Want... Ik kon ook niet zo leven hoe bepaalde mensen daar zich droegen. En
uitkijken met wat je zegt. Maar dan denk ik van, je bent nog een kind. Ik ben nog een kind. Voor mijn gevoel ben ik nog een kind. Waarom moet ik opletten wat ik zeg? Ja, tuurlijk. Ik bedoel niet erg dingen. Maar ik bedoel, als ik lach even, zo doen met mijn vriendinnen. Met mijn vrienden. Ik heb niet over jongens, hè, vriendinnen. Waarom moeten daar naar mij, waarom worden naar mij scheef gekeken omdat ik lach? Van, zie, ze lacht een beetje te hard. Nou, zo ging het dus. Nou, dat was ik totaal niet. En ik was ook een beetje anders dan anderen. Qua kleding. Ik vond het heel leuk om een beetje te experimenteren. Weet je, met kleding. En ik droeg ook dingen aan, kleding aan, waarvoor mensen keken zo van... Wat heeft zij dan? Een maand later was die in de mode of droegen ze zelf ook. Snap je, zulke dingen. Ik was gewoon toch altijd een beetje dat... misschien daardoor viel ik ook extra op. En daardoor was ik ook echt een... ja, hoe zeg je dat? Slachtoffer wil ik niet zeggen. Maar misschien was ik makkelijke prooi om erover te roddelen. Omdat ik zo open was, naïef en iedereen vertrouwde. Iedereen is mijn vriend en vriendin. En kijk, die doet zo lief, die eit. Achteraf schopt hij toch mij, schopt hij mij toch. En dan denk ik van, maakt niet uit, per ongeluk. Toch, het was per ongeluk. Ja, het was per ongeluk. Weet je zo. Maar dan denk ik van, weet je, het was gewoon te vroeg om zoiets te ervaren. Voor mezelf vond ik het te vroeg om al zulke dingen te ervaren. Over hoe mensen kunnen zijn. Hoe erg mensen kunnen zijn. Maar weet je, als ik zo terugkijk. En stiekem, want als ik hem ziet zag, weet je wel, dan... Heb ik zoiets van, het belangrijkste is, als ik nu terugkijk en ik zie waar ik nu sta, daar ben ik heel trots op. Ik ben heel trots wie ik nu ben. De dingen die ik ook heb meegemaakt, zijn echt geen leuke dingen. Ik heb nare tijd ook gehad, maar als ik zo terugdenk, denk van, weet je, waar ik nu sta, mijn familie, vrienden, mijn echte vrienden, mijn man, ja, dan... Ik wil niet zeggen, het was het waard of zo. Nee, want zo'n gevoel, zo'n tijd gun je niemand. Maar misschien moest dat allemaal wel gebeuren. En die mensen die in mijn leven zijn gekomen en nu die niet meer zijn. Niet dat ze dood zijn, maar ik bedoel, niet meer zijn. Dat zijn allemaal gewoon lessen geweest voor mij. En misschien moest ik wat vaker mijn hoofd tegen de muur aanstoten. Maar dan komt omdat ik gewoon te lief ben en te naïef bepaald met bepaalde dingen. Dat ik gewoon altijd het goede in een mens wil zien. Niet meteen uitgaan van, die lacht naar mij. Wat bedoelt hij daarmee? Nee, ik heb altijd zoiets van, die lacht naar mij. Wauw, die lacht. Ik lach terug. En weet je zo. Maar ik ben blij waar ik nu sta. Dat is het belangrijkste. En als ik terugkijk naar bepaalde mensen die mij gewoon echt hebben... Of mij hebben gepraat. Of mij scheef hebben aangekeken. Weet ik veel. En dan kijk ik naar en denk van, waar sta jij? Waar sta ik? Snap je wat ik bedoel? Als je dat gevoel hebt, dan weet je dat... Ja, het is geen spel. Maar weet je dat jij gewoon niet gewonnen... Ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Maar dan weet je gewoon dat... Je hebt het gewoon behaald. Je hebt het gehaald. Snap je? Ik praat al volgens mij een kwartier bijna. Dus... en ook de onzekerheid die... Ik was zo, zo onzeker. En dan mensen zeggen van... ik dacht echt dat je... Sorry, maar ik dacht dat je arrogant was. Weet je, met je foto's. Of als ik je op straat zie lopen. Maar dan denk ik van... Ik vond het begin best wel... Ik dacht van, ja, maar ik ben niet arrogant. Hoe komen mensen erbij dat ik arrogant ben? Maar ik ben totaal niet arrogant. Ik ben juist het omgekeerd. In het algemeen, dankzij mijn man, maar dan meen ik ook echt, dankzij Twan, ben ik zo zelfverzekerder geworden. Met bepaalde dingen twijfel ik aan mezelf. Zegt hij van, tuurlijk kan jij dat. Het is normaal. Weet je wel, tuurlijk. Probeer het gewoon. Je kan het. Schat, je kan meer dan je denkt. Weet je, en dat heb ik altijd gewild in mijn leven. Dat heb ik nooit gehad. Iemand die gewoon echt gewoon mij... gewoon die boost geeft van, weet je, je bent sterk, je kan. En daarom ben ik heel gelukkig. Ik ben gewoon heel gelukkig en ik ben gewoon dankbaar voor alles. Ook de minder leuke tijden, maar ook weer leuke tijden. Want die minder leuke tijden, daardoor zijn ik en mijn familie veel hechter met... We waren ook heel erg, maar we zijn veel hechter geworden en ik heb... Veel dingen kunnen begrijpen, waarom, hoe. Ik ben ook dingen achtergekomen waarvan ik dacht van, hoe dom was ik? Hoe dom kun je, ja, dom. Maar weet je, dat zijn we allemaal. Ik bedoel, als je jong bent, maak je fouten. En, maar dan kom je later erachter. Maar weet je, het gaat erom waar ik nu sta voor mezelf. En ik vind dat ik het best wel goed heb gedaan. Los van alles. En
Ik weet dat ook nu mensen naar me kijken die gewoon, ja, geen vijanden, maar gewoon vast en zeker hik aan me hebben. Hallo, ik zie jullie wel. Jullie kijken wel naar mij. Geen probleem, doe je ding. Vind ik niet erg. Doe je ding. Boeit me echt niet. Ik leef mijn leven. Ik heb niks te verbergen. En meesten denken ook van, wat ik ook vast en zeker denk. Maar het maakt me ook echt niet meer uit. Weet je, ik heb heel lang genoeg gedacht wat mensen zouden van me denken. Leef ik wel op de juiste manier? Vinden ze dat goed? Maar weet je, op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, denk je van, ja, maar ik leef niet meer voor andere mensen. Ik leef voor mij en voor mijn familie. Ben ik wel gelukkig? En als je ook een klein beetje twijfelt van, ben ik wel gelukkig? Is dit wel wat ik wil? Dan weet je dat het gewoon niet goed zit. Dan weet je gewoon dat het misschien vandaag wel goed gaat, maar over maand, jaar, 10 jaar gaat fout gaat. En ik merk dat het best wel emotioneel nog steeds bij mij zit. Dat de mensen vroeger... Ik bedoel, ik heb ze helemaal niks misdaan, weet je. Ik was gewoon echt dat... Gewoon een meisje die gewoon vrolijk wou doen. Met iedereen bevriend wou zijn. Voor mijn gevoel dacht ik van, ik doe toch niks fout. Maar ik ben open. Ik heb niks te verbergen. Jullie weten al wie ik ben. Jullie weten alles van mij. Hoe kun je dan zo... Ja, maar goed, hè, weet je. So be it. Zoals ik al zei, ik ben blij waar ik nu ben. De dingen die ik meegemaakt. Jammer. Had ik heel graag anders gewild. De stappen die ik heb, de beslissing die heb ik genomen had ik. Maar dat komt omdat ik naar de mensen heb geluisterd. Weet je, niet naar mezelf heb geluisterd. Maar goed, dat zijn gewoon dingen die in leven gebeuren en hoort ook wel bij. Maar het belangrijkste is dat ik nu blij ben waar ik nu ben. En ik trots op mij ben, op mijn ouders, op mijn man. Ook al ik met een Nederlands man getrouwd ben, weet je. Ik had ook anders gewild. Ik had helemaal nooit gedacht van, oh, met een Nederlands man. Weet je, dat heb ik echt nooit verwacht. En ik had ook niet mij met een Nederlands jongen gezien of man. Want, kunnen zien, want cultuurverschillen, denkmanier. Maar het is gebeurd, snap je? Twan is niet typisch doorsnee Nederlandse man of wat dan ook. Misschien daardoor ook dat we elkaar zo goed kunnen begrijpen. Hij is zo geïnteresseerd in ons cultuur, in ons manier van leven. En hij doet er ook alles voor om aan te passen. Hij heeft ook zo met zoveel dingen aangepast. Het is gewoon niet normaal. Hij heeft meer aan ons cultuur, aan mijn cultuur, aan mij aangepast dan ik aan hem eigenlijk. Dat moet ik echt toegeven. En ik ben zo trots op hem. En ik ben zo trots op mijn man. Dat is gewoon echt... niet te beschrijven. Het had ook een Armeense man kunnen zijn met hetzelfde karakter, weet je. Voor mij, persoonlijk voor mij, wat het belangrijkste punt is, christelijk. Want, weet je, uiteindelijk gaat toch op geen moment botsen. Misschien niet, ik bedoel, als meiden zijn die toch met een islamiet getrouwd, wat dan ook, weet je. Helemaal. Ik zou echt het laatste persoon zijn dat ik zou overoordelen, wat dan ook, weet je. Jullie ding. Maar ik persoonlijk zou het niet kunnen. En ik, daarom voor mij is het belangrijk dat hij christelijk is. Hallo mevrouw. En dat hij Nederlands is, ja. Weet je, maakt me echt helemaal niet uit. Hij is mijn man. Hij is mijn wederhelft. Hij is mijn alles. En hij doet onwijs veel voor mij. Hij doet echt zoveel voor mij. Dus dat. Maar goed, ja, real talk jongens. Dat wil ik even kwijt. Blijkbaar zat het mij. Maar nu ik het een beetje heb gesproken, heb ik zoiets van, oh, weet je, het voelt gewoon goed. Maar ja, dat wil ik even zeggen aan jullie. Af en toe is het misschien ook wel nodig om bepaalde dingen te vertellen. Zodat jullie misschien ook wel iets meer van mij weten en zo. En misschien zal ik dit niet plaatsen. Dat weet ik nog niet. Moet ik even kijken. Want wat voor mij echt nummer 1 regel is, ook met vloggen... Als ik twijfel van moet ik het posten of niet posten, dan doe ik het echt niet. Een heel simpel voorbeeld, laatst met het massage lag ik daar, handdoek over me heen. Je zag mijn benen, je zag mijn rug, onderrug.
En ze was het aan het masseren. En dacht ik, nee, die benen. Nee, dat knip ik. Dat stukje hoeven ze niet te zien. En op een gegeven moment kwam bij rug. Rug, je zag hem rug masseren. Ik dacht, oké, dat kan wel. En op een gegeven moment hierboven was ook helemaal bedekt. Dus je zag echt mijn schouders en mijn haar was aan het masseren en zo. En ik zat de hele tijd mee van, moet ik dan wel het stukje waar je mijn hele rug op rug, want ja, het is een beetje half nakt. Moet ik dat echt posten? Ik dacht, nee, ik sta er niet achter. Heb ik ook niet gedaan. Snap je, zulke dingen. Het, misschien voor mensen is van, oh, nou, hij is heel vrij en zo. Jullie mening, weet je, dat mag. Maar ik weet mijn grens. En ik weet wat mijn man ook goed zou vinden, of ik zou posten of niet. Dus daar hou ik sowieso rekening mee. En zoals ik al zei, als ik ergens twijfel van zou ik het posten of niet posten, dan doe ik het ook niet. Dus misschien zal ik dit posten, misschien ook niet, maar dan weten jullie nu als jullie naar kijken. Dus dat, ja. Ik ga nu mijn vlees marineren. En dan even wat eten. En voor de rest zullen we zien. Nou, dit is take 2, want blijkbaar heeft hij niet opgenomen. Goedemorgen jongens. Het is inmiddels al 9 uur geweest. Ik heb net even wat gegeten en zo. En ik ga me klaarmaken, want rond 11 uur komt mijn schoonzusje en de vriendin van mij, van ons, mij ophalen. We gaan samen naar Almere. En daar is een jurkenwinkel. En als ik daar mag vloggen, dan laat ik jullie wel zien welke winkel het is. Gaan we jurkjes kijken, want in juli is mijn nichtje dan, wordt ze 1. Gaan we haar verjaardag vieren en haar doopfeest. Het gaat zo met de EK staat zo mooi dat ze de AC. Oké. Oké. Mag ik je adres? Maar we zijn nu ready, dames. Ja. Yes. En we gaan. Nou, we zijn nog steeds in onze wijk, ja, want Anna maakt 30 rondjes hier. Een kat, 10 uur later. 10 uur later. Een kat. Anna, ik schiet erop. Een kat. Oh my god. Ach, hier is 30. Even rustig, ja. Krijg een boete. Oké, nu mag je naar links. Nara heeft verloren met shotgun. Ja, maar terug mag ik. Wat vind je trouwens van make-up? Mooi. Heel mooi. Is het heel Noorpiek. Hoe zeg je Noorpiek in Nederland? Zacht. Heel zacht. Wordt hem heel natural of zoiets. Oké. Very, very nice. Jammer, je hebt geen zo'n dingetje dat de neemt. Ja, man. Ja, man. Yo, die wordt echt vaak. Ga letterlijk daar zo'n stiep van. Oh my god. Nou, dit is alles behalve taschdoes. Waar? Alles, waar? This is it. Dedicated to Aram. Aan achternaam. Nee. Aan achternaam. Kazarian. Kazarian. Deze is gewoon dedicated to the Sanjuwat Smartkans. Daar tot wat Smartkans. Mensen, dit is hen denkt. Bedankt. Ik niet. Ja. Atam het, Bernie, atam het. Hoi, mami. Ah! Kijk, je zo, je is je manier. Men is genaamd door het menaar. Zijn het contraceerde. Men is je moet doen op rem. Jij, jij, dat je ook jouw gezond. Zo, bravo, Nara, bravo. Oké, shot, laat het. Unisch. Bravo. Een uurtje injecten. Suggesties. Doe, dit is good one. Doe. Kevink. Ja, doe. Kevink, kom, hoi, kago! Oh, die kistje? Oh, nee, dat laat niet. Oh, dat is laat. Ik bedoelde die andere van. Lelijke. De CK, sorry, Shing. Dat is dit toch?
elkaar met de deur. Марихуана, небо в алмазах, лето летала. Ты моя бэби, дочь карнавала. Двигайся, крошка, принцесса бала. Ночь перемен, мысли растамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то впирала. Это дура, дури, мара, она мана. Была, думал, улетала. В теплые края, лето, море, песок. Но мне тебя мало. Танцую в пол, руки, потолок взяла. Туда, куда пал, больше не вернусь. Чудом умотал и забрал с ней груз. Это наша жизнь, и ей всегда мало. Танцую в пол, руки, потолок взяла. Go everybody, shake their... Nou, we hebben jurken gevonden voor Arabink. Voor mij helaas niet, maar voor het belangrijkste is jij. Klopt, Anna heeft nog niet echt gevonden, dus nee. Verder. En we gaan even hapje eten, want wij hebben trek. En dan gaan we de stad in, ja. Almere. Moet ik zo ver Almere door. Amsterdam of van? Gaan we naar Amsterdam? Beter gewoon Amsterdam. Toch? Is niet ver, toch? Nou, dus je hoort hier horen. Fresh laid concrete. Melodies blowing. Don't care where we're going, but the day is wasting. Just keep moving and take it all in. The rumble of voices, the beast to our song. The horns are just on the beat. Nou jongens, wij zijn helemaal... Wat is gebeurd? Een beetje hangjes in die auto. Wij zijn helemaal uitgeput. Hoe? Maar we zijn klaar. En we gaan nu naar huis. Het is echt zo dramatisch hier, die mensen, hoe ze rijden, echt waar. Echt niet normaal. Ik wist dat ze ook zo asociaal hier rijden, joh. Anyway, we are going home. It was very nice here. Je merkt dat niemand praat, omdat het moe zijn allemaal. Nee, ik ben gewoon geconcentreerd. Ja, Anne is geconcentreerd, ja. Trouwens, ik heb net zonnebril gehaald van Primark 4 euro. Even just saying. Voor de rest hebben we niet echt gewinkeld hoor. We hebben gewoon lekker gewandeld, gegessen vooral. En we kwamen toch voor een jurkje voor Arif. Belangrijkste Arif-vacation is geslaagd. Ja, Arif en Gosma, dat was zijn. Yeah! Oké. Okay. We zijn nu even bij McDonald's, want wij hebben zin in ijsje. Vreedzaak. Vreedzaak. Dan kun je allemaal door het voorraam. Weg zien. Oké. Dank u wel. Moranam, moranam, zesenam. Dankjewel. Dankjewel. Ze ziet mij wel hierachter. Achter Chente, maar ik heb zo'n gos is het zo. Oh, dat ziet er wel lekker uit. Dat is niet van mij? Ja, het is van mij. Zij weet ook wel wat zij leeft. Oh, een balladjan, ben ik. Dankjewel. Bij het asjes mijn nat draven in als ze. Ja, jammer joh. Jammer joh. Ah, nee, ze mijn nat asjes. Oké, even kijken. Ik heb altijd als mensen dat bestellen, ik wil die van hun eten. Ik vind het lekker. Oh, Dirk van der Broek. Als je staart hem kwam, maar sinds. We zijn hier met hem steeds roos tegen. Oh ja, rechts. Of voor auto's. Rechts. Zeg het maar. Want links. Weet maar nooit met handen. Links, rechts, links, rechts. Ding, ding. Omlaag. Ding. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Eet voor jezelf alsjeblieft. Hoe moet ik eten? Ik heb al voor haar. Lekker dan. Als je zaken weer kwam, is het dus goed. Wat? Ja, yeah, goed one, goed one, goed one. Het zijn kleine mannen, maar dan is gewoon een kietje. Nee. Doe eens keert slimpjes. Ja, ik zeg niks verder, doe eens keert slimpjes. Dat zou niet verkeerd zijn op zich. Nou, Arie. Jigar. Ik zeg dat ik een hond ben. Arie, jigar. Is geen tak. Ha, karamel. Oh ja, zeker noem ik dat. Boy, zeker. Dat toch niet?
Deze sport toch niet? Oké, weer naar de prrrr. Kijk. Je tape laat me zien. Oké, laten we een inchen RLS rank. Oké. Lekker, hè? Moet je niet proeven? Misselijk van? Nee. Lekker. Ik zie proef, jij gaat zo lekker vinden dat je hem voor mij afpakt. Nee. Je wil dat het van jou afpakt, volgens mij. Mijn jazz. Nou, home sweet home, eindelijk lekker thuis. Ik ben echt helemaal uitgeput. Ik ga mijn make-up afhalen. En dan ga ik gewoon lekker slapen. Volgens mij gaan we een film kijken, denk ik. En dan lekker slapen. Ja. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik vind het echt elke keer heel leuk dat jullie me blijven steunen. Met jullie duimpjes omhoog. En met jullie lieve comments en reacties. Blijf zo doorgaan. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer. Hadjoch.